Het is een van de meest geheimzinnige en verborgen levende vogels van ons land. De zwarte specht. Mannetje en vrouwtje lijken op elkaar. Het enige verschil is het petje. Het mannetje heeft een geheel rood petje, terwijl het vrouwtje enkel een klein beetje rood in haar nek heeft. In heel Nederland leven er zo'n 3000. Het aantal blijft stabiel, omdat de vogels ieder jaar maar één legsel grootbrengen. Van de 3 tot 5 jongen die ze krijgen, overleven een aantal het eerste jaar niet door voedselgebrek of door predatie van andere soorten, zoals de havik. Hoewel de vogel zo groot is als een kraai, is de kans om hem te zien erg klein. Vooral in de winter is een ontmoeting met deze vogel uiterst zeldzaam, terwijl er in elk Edesbos wel een paartje zwarte spechten te vinden is. Hoewel je de zwarte spechten niet vaak te zien krijgt, zien ze ons vaak wel. De vogel is slim en gaat, wanneer hij mensen ziet, vaak aan de achterkant van de stam zitten. Ook bij elkaar proberen ze deze techniek uit tijdens gevechten of tijdens de bals. De enige momenten dat je ze soms kunt aantreffen is tijdens het broedseizoen of wanneer ze zonder om zich heen te kijken de schors van een boom proberen open te hakken om er hun favoriete voedsel onder te vinden. Mieren. Ondanks het geringe aantal is de zwarte specht een van de meest belangrijke vogels van de bossen. De vogel hakt bijna ieder jaar een nieuw nest uit, meestal in hoge, nog levende beuken of dode, grove dennen, waardoor een zwarte spechtenpaartje in hun hele leven behoorlijk wat oude nestholtes achterlaten. Deze nestholtes worden gebruikt door andere dieren, zoals holenduiven, bosuilen en zelfs boommarters.